Hi Peter Wijnen. We zijn hier bij Sengers Boek. Kan je me iets over vertellen over wat Sengers Boek precies inhoudt? Oorspronkelijk is het een boerderij die mijn vader had en mijn moeder. Er zat nog in het andere huis woonde een tante. Die hadden samen het bedrijf. En mijn vader is op een gegeven moment alleen gegaan en wij hadden, zoals een boerderij hoort, vind ik, koeien. Ze hadden wel de kippen op de zolder, wat varkens en land. En nu heb je hedendaags? Ik moet dat heel groot ver terugdenken. Ik moet ook niet in de geschiedenis gaan, denk ik. Nee, waar heb je op dit moment? Ja. Op dit moment hebben we 5 zeugen, de bonte Bentheimer, van oorsprong een zeldzaam ras, Duits-Nederlands zeldzaam erkend, komt uit de regio Bentheim, dus bij Overijssel. En daar zijn wij 6-7 jaar mee begonnen. Dan hebben we 1 beer, 5 zeugen en om de anderhalve maand een dekking en een worp om een beetje een regelmatige afzet te krijgen. En de vlees doe je zelf verkopen? We slachten 4 varkens per maand en 2 per maand gaan naar de biologische slagerij in Hilversum. En dat andere verwerkt Theresa hier in de slagerij. En dat verkoopt ze ook zelf? Of dat verkopen jullie zelf? Ja, een beetje aan de winkel zelf hier en op de markt in Tilburg. Oh, en een paar worstwinkels in Amsterdam en in Weesp. Zo. Doe maar. Ja. Je bent ooit eens op 6 jaar geleden ben je op het punt gekomen dat je met deze manier van boeren verder bent gegaan. Kan je er iets over vertellen hoe je bij die keuze bent gekomen? Ja. Ik zal eerst vooraf gaan. Dat is in 1997 werd ik biologisch, omdat ik het niet oké vind zoals de varkenshouderij gehouden werd. Ik vond het niet prettig. Die dieren zaten in het donker en vast. Biologisch geworden en toen hadden we veel varkens, op een gegeven moment 60 zeugen en alles afmesten, maar het werk was te veel en de prijs onder druk. En het werd zelfs zo erg dat ik nog varkens had liggen waarvan ik een goede prijs zou krijgen, maar het ging niet door, moest ik regulier afzetten. Ik zei, ik stop ermee, ik vind het niet leuk meer. En het was net een keerpunt, 2008 volgens mij, dat wij zochten naar een, ik wilde boer zijn en dat is met weinig en dan toch mijn dingen doen die ik leuk vind. En toen kwam de bonte Bentheimer terecht. En dat was schijnbaar ook zeldzaam, dat wisten we niet, bijzonder. Commercieel zeer oninteressant, omdat ze langzaam groeien, erg vet zijn. Maar toch gewoon doorgezet. En dat was de vraag ook weer. Hoe de keuze, hoe je bij de keuze was gekomen. Ja, ik wilde dus boer zijn, ik voel het meest boer met weinig land. En onderscheidend vind ik met varkens, of je doet heel groot of je doet iets aparts. En toen vond ik de keuze met iets aparts, met die bonte Bentheimer. En met die typische eigenschappen van het langzame groeien, veel meer buiten, veel zonlicht, is gewoon gezonder. En een goed verhaal, een goede locatie en goed vlees. En sommige mensen vinden het ook bijzonderder vlees, wij ook in ieder geval. Heb je veel kritiek uit de omgeving gekregen? Ik ervaar mijn omgeving als respectvol. Ik denk soms lacherig. Want ze hebben netjes opgehaakte tuintjes en mooie bedrijven en precies volgens de regels. Wij ook wel, maar ze hebben zelfs robots en zo en wij zitten een beetje aan te klungelen. Op een professionele manier hoor, dat is wel. Dus ik voel me wel gerespecteerd. En ze zien ook in de media wordt er wat serieus omgegaan met biologisch of met local, regulier en slow food. Dus ja, ik voel me gerespecteerd. Mm-hmm. Ja. Vond je het moeilijk om de keuze te maken naar biologisch of was dat voor jou heel makkelijk om te doen? Goeie vraag. Want je had een huidige situatie en toch heb je besloten om een stap te zetten die niet iedereen doet. Ja. Biologisch worden is niet het omschakelen zelf, maar het is de mindset.
En ik geloof dat ik was zo tegen hoe varkens gehouden werden. Ik wil zeggen, in het donker, vast, in kleine hokjes, genetisch gemanipuleerd voer, soja oogst uit Argentinië. En, nou, dat was al zo op teken. Ik ben liever geen boer als ik het zo moest doen. Dus die keuze was voor mij wel gemakkelijk. Maar het omschakelen naar dat ze buiten moeten zijn, dus allemaal hekwerk en de ruimte en in de stal moet ruimte, dat vond ik al veel werk. Maar ook het waard, want dat vind ik gewoon leuk eigenlijk. Mm-hmm. Maar je hebt vaak prijsdruk gehad of te duur voer en dat vond ik dan weer ooit wel lastig. En ik heb ook de markt in het begin moeten onderzoeken, dus daar heb ik wel een paar keren mezelf in de vingers gesneden. Moest ik wel land verkopen om zo door te gaan, om de schulden te betalen, mm-hmm. of rechten verkopen om. Maar toch zo om door te gaan. Dus het is niet zomaar iets. Dat weet je van tevoren niet. Nee. Heb je een tip voor mij? Als jonge ondernemer en naar de kijk naar de toekomst. Volg je hart. Heb je een tip? Hey, wilt. Ik heb bij een jonge een boerendochter. Ik heb thuis een melkveebedrijf. We hebben een 135 koeien met 2 robots. Ja. En dan kijken naar de toekomst. Ja. De markt voor zuivel die is nog steeds gigantisch, ondanks de Russische boycott. En ook die is groot. Mm-hmm. Maar ik heb al eens horen zeggen waar ik mee eens ben, je kunt beter uit Nieuw-Zeeland melk importeren als hier produceren. Nederland is geen agrarisch land. Door Wageningen is allemaal mega groot geworden en ik denk dat de keren op zijn gat valt. En hoe weet ik niet? Maar het is niet gezond zoals het er nou bij gaat, hoe het dan gaat. Mm. Maar zeker in de rundveehouderij, ja, die markt is steeds gewoon goed. En als je normaal goed ingericht bent, ik zie het bij onze buurman, een goede buurman, ziet er gewoon goed uit. En ik heb niet het idee dat die veel doen. Veel tractor rijden, naar de computer zitten. Die werken echt zo hard, maar ik moet veel lopen en bewegen. Ik heb al artrose en dat klinkt wel leuk, maar ik zie hun in een tractor. En dat zijn die tractors. Dat zijn hele chique machines. Ja. Dus het is wel een soort van luxe. Maar ze hebben natuurlijk wel zorg. Maar in de meeste hebben ze ook wel heel veel land. Dus je denkt vrij veel zekerheid. Mm-hmm. Zeker vergeleken met varkens of kippen. Dus bij koeien zit je redelijk safe, denk ik. Ja. Dus als er al zoveel geautomatiseerd is, dan kan ik niet zeggen, want dan moet je gelijk omschakelen. Nee. Alhoewel die markt ook interessant is, maar die moet je van tevoren goed onderzoeken. Ja. Voordat je iets ondertekent, want die is volgens mij veel moeilijker. Ik denk dat het allemaal naar elkaar toe groeit uiteindelijk. Mm-hmm. Verwacht ik. Ja. Ben nergens bij aangesloten? Ben ik allemaal geweest, maar vanaf de ZLTO hebben we uitgestapt. Vanwege het biologisch schandaal van Vion. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal niet oké. Okay. Zelfs bij de Vereniging van Biologische Varkenshouders. Het werkt niet, dat is niet oké. Okay. Ik zit eruit. Ik wil hier niet mijn naam aan koppelen. Nee. Dus je bent nergens bij aangesloten. Maar ben je niet iemand dan een persoon om een coöperatie op te zetten met allemaal biologische boeren hier in de buurt? Het zou hartstikke leuk zijn. Maar je moet me niet als initiatiefnemer zien. Nee. Dan zeg ik misschien een ja-knikker. En als er leuke mensen zijn, dan zeggen van, als ze dan tijd zou hebben. Als dat een enthousiaste mens is en heel inspirerend is, ja, dan wel. Maar zou die coöperatie iets kunnen opleveren met allemaal biologische boeren hier? Die staat gewoon al sterk met in een dorp of in een omgeving en is één. En dan zou je ook meer samen kunnen werken met de producten die je verkoopt. En... Dus dat zou wel mooi zijn, ja. Theresa, we zijn hier bij Sengersboer. Kan je iets vertellen over het bedrijf? Over jouw rol binnen het bedrijf? Nou, wij hebben dus Bonte Bentheim varkens en Peter zorgt voor het levende deel en ik voor het dode. Dus dat betekent Peter brengt ze naar het slachthuis als het zover is. En ik haal ze dan in 6 stukken op en dan ga ik uitbenen. Ik maak er allerlei producten van en die verkoop ik op de biologische markt. Niet alleen maar hier, je hebt hier een winkeltje, maar ook... En een winkeltje aan de boerderij, ja. En je doet het ook op een markt verkopen? Ja. In Tilburg? Ja, in Tilburg verkoop ik het. Op een biologische markt? Ja. Je bent ooit eens op het samen op het punt gekomen om het bedrijf te maken zoals het, of te creëren zoals het nu is. Mm-hmm. Kan je iets meer vertellen over de keuze? Ja,
Toen ik Peter leerde kennen, was hij biologisch, had hij veel zeugen. Maar hij zag dat het op de varkensmarkt niet goed ging. En hij heeft alles weggedaan en hij heeft tegen mij gezegd, ga jij op zoek naar een bonte bentheim? Of nee, naar een authentiek varken. En dan nemen we minder en we zetten het weg als een exclusief product. Mm-hmm. En toen hebben we de bonte bentheimer ontdekt. En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. En dat is wat we nu doen. Mm-hmm. Maar die keuze is niet zo makkelijk gegaan. Je hebt erover nagedacht om die deze manier van creëren te doen. We denken wel eens na. Maar dan gaan we al gauw wat doen. Mm-hmm. En dan zien we wel hoe het loopt. En er gebeuren toch allemaal positieve dingen. Dus het ging toch steeds maar door. Dus we hebben natuurlijk wel over nagedacht. En het was een belangrijke keuze om alles weg te doen voor Peter. En opnieuw met die bentheimer. Maar dat ging ook lopen. We dachten wel in het begin, er komt een of andere gekke slager die met ons meedoet. En we hebben heel veel geleerd en gehad aan heel veel slagers. Maar er zijn er toch niet veel die met al dit vet aan de gang durven. Dus van lieverlee ben ik steeds meer zelf gaan doen. Mm-hmm. Dus ja, je denkt erover na, je maakt keuzes steeds. Maar ook gaat het een beetje vanzelf. Ja. Heb je veel weerstand gehad uit de omgeving? Nul. Ook geen slagers die tegen jullie zeiden van, wat denken jullie dat jullie mee bezig zijn? Of? Jawel, die ontmoet je altijd wel. Mm-hmm. Maar dat heeft je niet aan het denken gezet? Of? Nee, er was toch altijd aanleiding om weer door te gaan. En ook bevestiging. En het wordt ook erg gewaardeerd. Mm-hmm. Alles wat ik maak, verkoop ik. En het wordt ook zoals wij het bedoelden. Dus in die zin vind ik Peter ook echt iemand met visie of een pionier. En zoals wij het bedoelden, een exclusief varken. We slachten pas heel laat, dus dat moet je ook proeven. Dus het is een exclusief product en dat proef je ook en daar krijgen we ook bevestiging voor. Had je nou, nu ben je op dit punt in je leven, had je dingen anders willen doen? In mijn leven? Nee. Met betrekking tot de varkens. Het laatste wat ik bedacht heb. Mijn varkens? Nee. Dat... Anders willen doen? Ja. Of ik het nu nog anders zou willen doen, of dat ik het anders had willen doen. Anders had willen doen. Dat je nu denkt van, had ik die keuze maar niet zo toen gemaakt? Nee. Ook nul. Nee, ik zou niet... Nee, net al eerder andersom. Van, ik zou het alleen maar zo willen doen. Dus ja. Stel, ik kom te kort op de markt omdat het te goed loopt. We hebben niet genoeg varkens. Mm-hmm. Dan kan ik heel veel moeite gaan doen om ergens anders een biologische bonte bent te hebben. Dan moet ik echt veel moeite doen. Mm-hmm. Of ik moet andere varkens erbij gaan. Nee, dus ik wil zeggen, op is op. En ook, we gaan niet zeggen, we gaan 20 zeugen nemen. Want dan hebben ze niet meer die ruimte die we willen bieden. Mm-hmm. Je bent tevreden in de situatie die het nou is. Ja. Op die manier vind ik het leuk om een varken te houden. Als het zo kan, dan is het mooi. Mm-hmm. Anders niet. Heb je een tip voor mij als jonge ondernemer? Wat Peter zei, volg je hart. En probeer misschien ook verder te kijken in grotere verbanden wat goed is voor mens en dier. Ja, dat is heel ruim. Hè? Mm-hmm. Je moet natuurlijk altijd ergens ook van leven. Nou, het is gek, want het is hier ook een beetje zo gelopen. We hebben het allemaal niet bedacht. En ik kon soms ook weerstand voelen, want een varken die gaat niet wachten. Ik moet dat snijden. Vlees laten. Dat kan ik niet even wegdoen. Of de dingen die hier gebeuren op de boerderij, kan je niet zeggen van, ik heb vandaag geen zin. Ja. Het moet allemaal. Maar ik had afgelopen zomer ook een soort van hobbel of een soort van overgave. Nou, dit is het.
En dan heb ik ook heel veel lol erin. In de dingen die ik maak. De producten maken. Dat vind ik erg leuk. Dus nu denk ik, ja, ik zie me dit over 10 jaar nog wel doen. Dan is de winkel denk ik nog iets voller. Of leger. Maar ik doe meer producten. Ja. Maak het niet te groot, denk ik daarom ook. Als tip. Mm-hmm. Meer focus volg op... je hart en blijf bij jezelf. Maak het niet te groot. Volgens mij is er plek genoeg voor iedereen. Ja.